Verdachte heeft door middel van excessief geweld wel bewust een einde gemaakt aan het leven van de zwangere Sarah Kolenberg. Verdachte is hierbij planmatig, berekenend en uiterst kil te werk gegaan. Daarmee is Sarah het meest fundamentele recht ontnomen waarover de mens beschikt, te weten het recht op leven. Daarbij was zij zwanger en heeft Sarah door het handelen van verdachte nooit mogen ervaren wat het is om moeder te worden. Met dit vreselijke en onomkeerbare verlies is onherstelbaar leed en verdriet toegebracht aan de nabestaanden die verder zullen moeten zonder hun dochter en zus. Dit is ter terechtzitting indringend naar voren gebracht door de jongste broer, vader en moeder van het slachtoffer, die ter terechtzitting gebruik hebben gemaakt van hun spreekrecht. De rechtsorde is door dit feit ernstig geschokt en het hoeft geen betoog dat een dergelijk feit sterke gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving teweeg brengt. Verdachte heeft geen openheid van zaken willen geven over zijn betrokkenheid bij het feit waarmee hij het verwerkingsproces bij de nabestaanden die met onbeantwoorde vragen achterblijven ernstig bemoeilijkt. Wat betreft de persoon van verdachte houdt de rechtbank rekening met de over verdachte opgemaakte pro justitia rapportages van de psycholoog en de psychiater. In die rapportages komt naar voren dat verdachte 30 jaar geleden een ernstig verkeersongeluk heeft gehad, waardoor hij thans nog fysieke ongemakken ondervindt en waardoor hij onder andere een penisprothese heeft gekregen. Deskundige Labrein concludeert dat dit ongeluk heeft geleid tot minderwaardigheidsgevoelens en angst voor fysiek ongemak. Verdachte heeft hierin voor zichzelf een weg gevonden door overspel te plegen. Ook is hij door het ongeluk steeds bezig met compenseren, door zichzelf een geïdealiseerd beeld voor te houden en door met de kick van de verovering het gekwetste zelfbeeld te compenseren. Bij verdachte is sprake van obsessief vreemdgaan, mede vanwege een seksueel probleem en er zijn narcistische trekken van een persoonlijkheidsstoornis. De psychiater concludeert dat er bij verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens, te weten verwerkingsproblematiek van seksueel dysfunctioneren. Die bestaat eruit dat verdachte vanuit onlustgevoelens over zijn seksuele functioneren, waarin hij zich ernstig in zijn manbeeld tekortgeschoten voelt, buitenechtelijke, vaak kortdurende seksuele relaties met vrouwen zoekt. De gebrekkige ontwikkeling bestaat uit een persoonlijkheid waarin narcistische kenmerken en emotionele geslotenheid opvallen. Nu verdachte ontkent, hebben de deskundigen geen zicht kunnen krijgen op een eventueel verband tussen de stoornis en de gebrekkige ontwikkeling enerzijds en het te lastig reden anderzijds en kan er geen onderbouwde risicotaxatie worden gegeven. De rechtbank is van oordeel dat het feit dat verdachte Sarah Kolenberg, van wie hij wist dat ze zwanger was, in de kracht van haar leven op een uiterst berekende en lafhartige wijze met veel geweld om het leven heeft gebracht, een langere gevangenisstraf rechtvaardigt dan de door de officier van justitie geëiste gevangenisstraf van 18 jaar. De rechtbank acht oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 20 jaar passend en geboden. De rechtbank heeft de vordering van de benadeelde partij toegewezen tot een bedrag van 5.524,51 euro en voor een deel van 500 euro niet ontvankelijk verklaard. En de auto die was in beslag genomen, daarvan is de teruggave door de rechtbank gelast aan de veroordeelde. De verdachte heeft 2 weken de tijd om tegen dit vonnis in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dat was het vonnis. Dan is hiermee de zitting gesloten.